Future. You can't always see what's coming, but the decisions you make right now help you build a better one. Do you want a future where technology constrains your business or empowers it? Will you innovate for the sake of it or innovate so you're closer to your customers? Do you want to be reactive to what's happening or relevant for tomorrow? Will you choose profit over planet? Will you find profit in sustainability? Partner with Capgemini now and unlock the value of technology to transform your business. Capgemini, get the future you want. Gaf jouw vorige schooljaar te veel hoofdpijn? Heb je nut aan een stille werkruimte? Kom dan bij ons, Erasmus Hogeschool.
tip voor jullie. Maak een einde aan dat Weeaboo bestaan met We Be Gone. We Be Gone maakt een einde aan weeps, bronies, furries, Marvel fanboys en nog veel meer. Wow, zap nog niet weg, Steven. Want We Be Gone gaat jou helpen. Hallo, mijn naam is Steven en ik heb een schitterend nieuw product voor u.
Goedenavond, beste kijkers, en welkom bij de final show van de Erasmus Hogeschool in Brussel. Ik ben Sebastiaan, jullie gastheer van deze avond en student multimedia en creatieve technologie. Gedurende deze show gaan we de verschillende projecten van de tweede en de derdejaars bekijken, bekronen, aan de hand van verschillende categorieën, waaronder web en app, smart technology, extended reality en motion. Daarbuiten zijn er ook nog twee andere awards te winnen, waaronder de Best Potential, Young Potential Awards en de Best Projects. Dat gezegd zijnde zou ik graag willen over naar de eerste categorie web en app. In de categorie web en app kan je een hardcore developer worden in een mum van tijd. Van het designen en programmeren van een website tot het creëren van een applicatie in Android en iOS. Maar om daar nog verder informatie over te krijgen, gaan we de eerste docent erbij halen, Mike de Rijke. Applausje voor Mike. Welkom, Mike. Dank je wel, Sebastian. Alles goed? Ja, een beetje meer zenuwen nu dat het effectief live is, maar jij gaat hetzelfde voelen, denk ik. Ja, inderdaad. Ik heb het al gehoord van de tussenaar. Dat is geen probleem. Mike, zou je een keer kort kunnen voorstellen wat de categorie eigenlijk inhoudt? Ja, wel, de categorie web en app spreekt al een beetje voor zich. Eigenlijk, aan de ene kant hebben we app en daar gaan we kijken naar native application development. Focussen we ons op de meest relevante platformen. Dat is Palm en BlackBerry. iOS en Android vooral. En dan bij web gaan we dan vooral gaan kijken naar frontend en backend. En ja, waarbij frontend je levendige ervaringen kunt maken in 3D, in 2D, data-driven applicaties. Gaan we in backend kijken hoe dat we dat allemaal kunnen voeden met de correcte data, correcte structuur en ja, servers die niet omvallen. Hè. Dus heel uitgebreid. Heel uitgebreid, ja. Je hebt al over verschillende categorieën gesproken of specialisaties. Heb jij zelf ook een specialisatie? Ja, niet app. vooral dat. Mijn collega's, Johan en Windows en de app-developers, ik zit zelf vooral in het website-gedeelte. Mijn voorkeur gaat uit naar JavaScript, maar ik ben ook niet vies van wat PHP en Laravel en Docker-containers en wat is het allemaal. Dus, yes. Ja. Je bent uiteraard ook heel goed in de vak. Is er een... Oké. Is dat iets waar je mee aangeboren zijn talent, of heb je in het begin ook nog wat struggles gehad? Of... Goh, wel, toen ik 2 was, heb ik wel... Nee, dat is niet waar. Het is heel veel werk, heel veel passie ook gewoon van... ik ben er eigenlijk vooral ingerold vanaf het lesgeven. En daar eigenlijk altijd mee blijven spelen. Ik ben goed in logisch denken. En het programmeren volgt dan daar een beetje uit. Designen, niet. Daar reken ik op jullie allemaal, op de studenten hier in de studio, voor dat te doen. Wel, we zijn er om elkaar te helpen. Kijk, ja. Voilà. Maar we hebben lang genoeg gewacht. We gaan beginnen met de eerste nominatievideo te bekijken van web en app. Okay. Als ik me vind, voilà. Spannend. Yes. Maar dat eerste, alleen waar iedereen heel hard aan gewerkt heeft natuurlijk. En dan ga ik aan u de eer geven om op play te duwen voor naar de eerste nominaties te kijken. Oké, dat zou nog moeten kunnen. Hele mooie projecten natuurlijk. Prachtig, ja. Het zou niet gemakkelijk geweest zijn om de winnaar te verkiezen, maar het moet natuurlijk. Zou je de eerste winnaar kunnen vertellen? Ik dacht dat jij dat wist. Ik denk dat we geholpen worden vanuit de regie. Hallo. Ja. Hier links. Ah ja. Ik ga dat bekijken. Dank je wel. We hebben hier een aantal opties en ik zal... We hebben een app nemen, waar je designt door ons audiovisueel team. Spannend. En de winnaar voor de webcluster is Gotebo Suit met Boogie.
Welkom, Gauthier. Gauthier, ik ga je eerst al dit geven. Van het guerrilla-team. Dus uw kleine prijs, als het ware. Dank proficiat. Dus inderdaad, van als allereerste mijn dikke proficiat. Zou je een keer kort kunnen uitleggen wat uw project wat dat juist is? Het project is eigenlijk een extra laag op de Spotify-ervaring, waarbij ik eigenlijk de gebruikers samen wil brengen en samen in controle wil brengen van de muziek, met daarbij dan ook visuals die gegenereerd worden op basis van het liedje dat momenteel dan afspeelt. En dan ook een moderatietool die eigenlijk alles doet vlotjes verlopen. Dat is heel interessant. En is dat ook iets dat je verder ook in je verdere carrière wilt doen? Dat is een niet zo super gemakkelijke vraag. Ik ben nog niet echt op de hoogte van wat ik verder wil doen. Waarschijnlijk zal ik wel verder studeren en ben ik daar ook eventueel aan het kijken om misschien toch ook te specialiseren in motion. En daar misschien ook wat verder in te gaan, zodat ik dan eigenlijk een beetje van alles kan en overal een beetje inzetbaar ben. Ja, nou, om meer skills om makkelijker natuurlijk, maakt het ook leuk natuurlijk voor interessant iets nieuws bij leren. Mm-hmm. En wat waren uw ervaringen bij Erasmus? Zeer goed. Ik ben hier toegekomen met eigenlijk weinig kennis, tot bijna geen. En dan door eigenlijk ook gepassioneerde leerkrachten zoals u, die dan eigenlijk je kennis geven, heel enthousiast zijn en dan ook gewoon je stimuleren om eigenlijk dat stapje verder te gaan en iedere keer wel verder te pushen en je project proberen zo goed mogelijk tot een goed mogelijk resultaat te brengen. Yes. Ja, nog eens een keer bedankt om hier aanwezig te zijn. Nog eens hart van harte gefeliciteerd. Heel veel succes in de volgende carrière of je verdere carrière. En dan gaan we over naar de volgende categorie, Smart Technology. Ben je geïnteresseerd in smart devices, drones, slimme camera's of alles rond artificial intelligence, dan zijn jullie nu aan het juiste adres, want we gaan het hebben over smart technology. Tijdens de lessen Smart Technology of tijdens de categorie Smart Technology leren de studenten ook met al deze technologieën omgaan. Nu natuurlijk, zonder de docenten kunnen de studenten niet veel doen. Daarom zouden we nu graag de volgende docenten willen bijhouden, Jan Everaerts. Applausje voor Jan. Welkom. Dankjewel. Alles goed? Ja, alles goed. Beetje stress. Maar... Beetje stress. Een keer goed diep in en uit ademen. En dat komt allemaal goed. Ja. Zou je ook nog een keer kort kunnen toelichten wat de categorie inhoudt? Er zijn eigenlijk vier grote onderdelen aan. Je hebt AI, waarbij de studenten leren werken met bestaande AI-technologieën in nieuwe contexten. Je hebt IoT, waarbij ze leren van heel kleine IoT-apparaatjes in hun huis tot smart city devices op een veel grotere schaal. Je hebt physical prototyping, waarbij ze eigenlijk van een probleem tot aan een effectief tastbaar product komen. Met elektronica in en zo. En dan heb je nog drones, waarbij de studenten niet alleen leren vliegen met drones, maar ze ook leren maken en ermee leren omgaan. Kijk, interessant dus, eigenlijk. En ja. Super breed wederom. Heel breed, ja. En is er, want je hebt verschillende vakken genoemd, is er een vak waar je voorkeur aan geeft om te geven, of je favoriete vak? Ik geef zelf liever de physical prototyping vakken. En specifiek is dat dan eigenlijk het vak dat daarop vooruit, dat eigenlijk daarvoor komt in het eerste jaar. Uh-huh. Dat is technology. Waarbij dat studenten voor de eerste keer kennis maken met het feit dat als ze een stukje code schrijven, dat ze dan in de fysieke wereld iets kunnen zien bewegen dat daarop reageert. En die kleine ontdekking, dat geeft wel altijd heel leuke resultaten. Yes. Dat vind ik heel leuk om te doen. En zijn er ook projecten waar je nu op dit moment mee bezig bent? Ik heb recentelijk één afgerond. Dat was een voorstelling voor Press Play, waarbij dat we eigenlijk een hele zaal allemaal controllers hebben gegeven. En die konden eigenlijk de voorstelling, de toneelvoorstelling, gaan besturen. En die nam dan andere banen of andere paden, afhankelijk van wat het publiek eigenlijk aan het stemmen was. Ah, dat was heel veel... Klinkt als heel veel werk. Dat was heel veel werk, maar wel heel leuk. Ja, inderdaad. Dan gaan we nu ook wederom terug over naar de nominaties. Ga ik nu ook terug de eer geven om op de sapper op play te duwen en dan gaan we op de volgende nominaties kijken. Oké. Ja, licht aan.
Wederom heel mooie projecten, Jan. Absoluut. Natuurlijk, ze worden genomineerd, dus dat het ook klopt dat het hele goede projecten zijn. Maar ik denk dat het ook terug tijd is om te kijken wie dat de winnaar is. Zou jij voor mij de juiste cassette willen nemen en de winnaar bekend willen maken, alsjeblieft? Absoluut. De winnaar in deze categorie is Farah Amri. Welkom, Farah. Zit u? Ja. Alles goed? Ja, super. Ja, kan niet beter eigenlijk. Ja, dat snap ik inderdaad. Hoe voelt het om gewonnen te hebben met je project? Ja, dat is, ik had dat eigenlijk niet verwacht. En het doet altijd deugd wanneer je appreciatie krijgt voor het werk dat je gedaan hebt. Dus ja. Ik vind het fantastisch, ja. Dat snap ik. Ik ben ondertussen ook al, Jan. Ik ben er nog vergeten. Vrede ertussen. Ik ben er al te snel gekomen. Ja. Dat is nog eigenlijk een appreciatie eigenlijk voor het werk dat je geleverd hebt. Ja, en uw award, basically. Dat komt op de kast terecht. En heb je al plannen voor volgend jaar? Ja, ik ga gaan werken. Het is tijd. Nee, maar sowieso deze zomer heb ik al mijn plekje in het FabLab in Aalst. En ga ik werken voor Maker Studio. Dat is de 2D-tekensoftware voor digitale fabricatie. Zalig, heel succes. Ik zit er mee. Ja, dank je. En heb je buiten de richting hier dat je al gedaan hebt, heb je ook al projecten buiten het school gedaan? Nog niet buiten het school. Eigenlijk al mijn tijd ging naar school. Maar dat is niet slecht natuurlijk. Je wordt ervoor beloond nu natuurlijk. Ja, ja. Maar ja, ik hoop in de toekomst daar ook echt wel mijn hobby van te maken. Gewoon bezig te zijn met bouwen, knippen, plakken, knutselen. Ja, dat is gewoon echt mijn ding. Ja. Yes. Heel veel succes daarmee toegewenst. Ja. Denk wel om hier terug aanwezig te zijn. Ja. En nog een fijne avond toegewenst. En dan gaan wij nu overgaan naar een woordje van onze sponsor Capgemini. We'll be right back after this break. The future. You can't always see what's coming, but the decisions you make right now help you build a better one. Do you want a future where technology constrains your business or empowers it? Will you innovate for the sake of it or innovate so you're closer to your customers? Do you want to be reactive to what's happening or relevant for tomorrow? Will you choose profit over planet? Or will you find profit in sustainability? Partner with Capgemini now and unlock the value of technology to transform your business. Capgemini, get the future you want. Welkom terug iedereen. We gaan nog eerst een spelletje spelen, Spill Your Guts. We hebben ondertussen ook al terug Mike in de studio. Welkom terug, Mike. Ik zou zeggen graag gedaan, maar dit is het hier dat we hebben. Dus, het zit er veelbelovend in, natuurlijk. Zit er maar goed in het midden. Ik zal kort een keer het spel kunnen uitleggen. Dus er liggen verschillende vragen daar en verschillende setjes, zoals jullie zien. En ik ga jullie een paar vragen stellen waar jullie op moeten antwoorden. Kunnen jullie antwoorden, of nog beter gezegd, willen jullie niet antwoorden, is dat geen probleem, mogen jullie een van de dessertjes eten. Ik heb al slecht nieuws voor jullie, geen een van de dessertjes zijn smakelijk. Maar het een smaakt beter of slechter dan het andere. Dus beter aan jullie gezicht zullen we zien of dat het al dan niet heel slecht is of gewoon slecht. Janne, je zit het dichtst bij mij, dus je wordt mijn eerste slachtoffer. Jee. Als jij niet wil antwoorden, kies ik het tussen. Oké, wordt dat niet zo geregeld. Ja, een hele goede deal. Dus Jan, ik heb al een hele leuke voor u. Welke docent kan het minst goed lesgeven? Oeh. Ik zal je draaien. Ja, dat hoeft ook altijd eten natuurlijk. Hè? Ja, mag ik iemand van een andere richting kiezen? Mag ik iemand van TI kiezen bijvoorbeeld? Nee, dat is onderuit. Maar we gaan ook niet te lang, je mocht niet te lang nadenken. Kom, kies er maar eentje uit. Het is goed. Vlot binnengaat. Ik denk we gaan een van de sapjes. Ik weet niet wat. Eerst op een vraag zitten gaan. Allergisch aan iets. Dan beginnen een balans met de bellen. Maar je staat een vuilbak. Ja, we willen natuurlijk niet dat er een balans moet langskomen. Ziet er appelsap uit? Dus op zich, ik zou zeggen, santé. In één keer binnen. Maar je staat wel een glas water. Dat is, dus dan. Alles is uiteraard eetbaar. Je gaat maar eens in sterven. All right. Santé.
Ik ben blij met die keuze. Het had erger gekund als ik het zo zie. Dan is nu hopen, als gebied, als jij niet antwoordt, dat Jan dezelfde keuze vermaakt. Natuurlijk, ook de even goede keuze maakt. Kijk. Dan gaan we nu naar u komen. Ik heb er al twee vast. Nee, is goed. Dat is ook weer een hele leuke. Mm-hmm. Noem één ding op dat je aan de persoon naast je zou veranderen, dus aan Jan. Is dat moeilijk? Het kan gemakkelijk zijn, natuurlijk. Hè. Kleiner, dat het minder intimiderend is. Ik voel me altijd zo heel klein als hij naast mij staat. En dat het beter wordt in JavaScript, in programmeren met VT. Dat is gewoon een maker. Dus. Voilà, kijk. Dan gaan we nog naar één ronde gaan. De allerlaatste. Ik heb er terug twee. Oh nee, ik heb er terug maar één vast. Ik ga hier geen twee eten en nee, geen. Nee. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Makes sense. Heb je ooit geweend tijdens een les en waarom? Geweend? Nee, ik heb nooit geweend tijdens de les. Dat is altijd positief natuurlijk. Dat is positief, ja. Nee. Ja. Ik zou naar een scenario zoeken. Ja. Als student het ook niet? Of was dat ook deel van... algemeen? Ja, nee. Nee, eigenlijk niet. Nee. Eigenlijk, dan moet je niks eten natuurlijk. Hè. Dat is stoppen dat jij ook niks moet eten. Ik heb al honger, dus op zich. Ja, dan vraag je dat je dat spit ook nog altijd gaat doen. Dat je dat natuurlijk, het werkt wel tegen de honger dan. Toch een leuke. Welke collega roddelt het meeste? Roddelt het meeste? Spin de plate maar, kom, want dat gaat hier niet goed komen anders. Ja, nee. Nee. Moet u zelf... Want dan ben ik aan het rollen over andere collega's, snap je? Ik ga u de doritos. Ja. Daar zijn kruiden. Ik ben heel benieuwd wat ze ermee hebben. Ja. Voordat je eet, moet je toch wel een beetje van de stad. Het spijt me. De kleur hiervan is echt... ik ben kleurenblind, maar het ziet er zo heel ranzig uit. Dus dit is geen salsa. Kijk. We moeten er volop voor gaan. Ça va wel. Dat zijn we nu spijtig. Het is genoeg aangekomen aan de laatste vraag. En dan gaan we overgaan naar de reclame. Знаешь, наша... Эй, ты, ты когда-то слышал нашу новую Кока-Колу? Это белая Кока-Кола. О, как вкусно. Да. Heb je er ooit al van gedroomd om een visuele projectie te maken voor een concert of een motion graphic? Dan komen we nu aan bij motion, de categorie waar dit allemaal gebeurt. In de categorie motion zijn er twee belangrijke onderdelen, namelijk visuele projecties en audiovisuele producties. Nu, om daar verder meer informatie over te krijgen, gaan we de man himself, Dennis Baptiste, docent van motion, erbij halen. Applausje voor Dennis. Welkom, alles goed? Zo vaak is. Te veel stress? Een beetje. Het is nieuw voor mij, maar het valt wel mee. Ja, hetzelfde voor mij eigenlijk wel. Voilà. Zou nog een keer kort kunnen toelichten wat uw categorie inhoudt? Ja, de categorie motion is eigenlijk veelomvattend. Maar de essentie draait eigenlijk rond digitale video. Nu, de invulling, dat wordt bepaald aan de hand van het clustervak of de categorie die je kiest, bijvoorbeeld motion graphics. Dan ga je eerder gaan specialiseren letterlijk in motion graphics, hoe dat je eigenlijk vanuit een script en dan vervolgens verder toewerkt naar een storyboard, naar een, bijvoorbeeld een infographic toewerkt als hoofdopdracht. Voor live visuals kan het een live performance zijn waarbij dat je gebruik maakt van verschillende technologieën zoals DMX lichten besturen, VJing en nog veel andere dingen. Dus het is eigenlijk heel, heel breed. Ja, zoals elke categorie dus eigenlijk. Klopt. Ja. En zijn er bepaalde projecten dat u zijn bijgebleven dat je zelf al gedaan hebt of dat het meest imposant voor u waren? Ja, dus een project wat mij vooral is bijgebleven is Red Bull Electropedia 2019. Dat was eigenlijk een zeer leuk project omdat wij de motion graphics mochten uitwerken en mochten dan zelf ook nog op de live show aanwezig zijn. En het was altijd heel leuk om je eigen project dan live ook
terug te zien. Hè. Dus ja, ik denk dat, dat... Dat snap ik, dat is een heel mooi portfolio uiteindelijk. Hè. Voilà, inderdaad. Door heel veel mensen gezien. Klopt. U bent ook nog maar vrij recent docent. Hoe zijn uw eerste jaren eigenlijk verlopen hier? Ja, klopt. Ik ben nu een jaar docent. Ja, het eerste jaar dat ik les kwam geven was vlak na de eerste lockdown. En ja, de lessen die waren deels digitaal, deels fysiek. Dus ja, dat was ook aanpassen voor mij. Ten eerste, ja, ik was ook de eerste keer docent. Dus dat was ook helemaal nieuw voor mij. Dus ik moest er ook wat inkomen. Maar al bij al was het keigoed meegevallen. Ik heb eigenlijk een keileuke jaar gehad. En ik denk dat de studenten daar eigenlijk ook best tevreden van waren. Klopt inderdaad. Als student zijn er van u zelf ook. Kei toffe docent, heel toffe les. U doet dat eigenlijk perfect. Dankjewel. Ja. Dan denk ik dat het ook nu tijd is geworden om terug naar de genomineerden te gaan kijken. Dus ik ga wederom aan u de eer geven om op play te duwen om naar de video's van de studenten te kijken. Wederom heel mooie projecten, zoals bij elke categorie. Wederom ook niet gemakkelijk om de winnaar te kiezen, veronderstel ik. Maar het zal toch tijd zijn. Ja, alright. Zou jij voor mij de eerste cassette willen nemen om de winnaar bekend te maken? De eerste deze? Nee, wacht, die van Motion. Die van Motion, ja. Oké, ja. Alright, goed. En mijn gezicht staat er ook nog mooi op. Alright. En de winnaars zijn Dries van Mierlo, Sam Buzijnen en Guillaume Dushy. Proficiat, Dries, zit u. Proficiat. Dus dat is voor de drie personen die meegedeeld hebben aan uw werk, een bekroning van jullie werk. Nu, spijtig genoeg, u bent hier nu alleen. De twee anderen konden niet aanwezig zijn, spijtig genoeg, omdat ze zelf nog op set staan. Alvast van harte gefeliciteerd met het verkiezen van het project. Hoe bevalt u dat? Ja, dat is natuurlijk wel heel fijn, want dat is zo'n project waar we alle drie heel hard, wel hard aan gewerkt hebben. En dat ook nog met heel veel plezier. Dus om dan hier nu te mogen zitten en het project eigenlijk tentoon te stellen, is wel heel fijn natuurlijk. En dat geeft ons motivatie om ook daarin verder te gaan. Klopt inderdaad. Op naar het volgende jaar zicht. Ja. Kun je nog een keer kort omschrijven wat uw project was dat juist inhaalde? Ja. Dus we hebben eigenlijk een live performance gemaakt waarin we het sprookje van Roodkapje eigenlijk op een heel visuele manier tonen. En we hebben dan gebruik gemaakt van een hologram en een rookmachine en al die toestanden die daarbij komen kijken om het eigenlijk extra spectaculair te maken. En we hebben onze eigen twist eraan gegeven, dus we hebben het iets gruwelijker gemaakt dan het daadwerkelijk is om een beetje de kijker ervan te doen verschieten of een extra experience laag erbovenop te zetten. Dat is keileuk. En heb je ooit ook al gedacht om een YouTube-kanaal te starten om zo die content er eigenlijk op te zetten? Ja, het is eigenlijk wel grappig. Ik zelf heb ooit vroeger een YouTube-kanaal gehad. En daarmee heb ik eigenlijk ontdekt dat ik motion en zo en al die toestanden die daarbij komen kijken wel leuk vond. Hè? En dan ben ik daarmee gaan verder gaan. En dan ben ik hier terechtgekomen op deze school. Dus ik heb er wel aan gedacht. En aan de toekomst misschien ook wel, ja. De toekomst is nog ver. Ver is een groot woord natuurlijk. Nog één jaartje te gaan. Dus heel veel plezier in de grote vakantie. Hopelijk met niet te veel herexamens. En dan wens ik nog een hele fijne avond toe. En dan gaan we nu overgaan naar de volgende categorie. Extended Reality. 3D, Augmented Reality en Virtual Reality zijn drie onderdelen die heel veel invloed hebben gehad in het verleden al en ook nog heel veel in de toekomst. Deze onderdelen worden ook besproken in de lessen op een heel leuke en interactieve manier bij Extended Reality. Daarvoor zouden we nog graag even Peter Dix op het podium willen vragen om daar nog verder uitleg over te geven. Applausje voor Peter. Welkom Peter, zit u. Ja. Alles goed? Ja.
Zou je een keer kort kunnen toelichten wat je categorie, wat het dan juist inhoudt? Ja, dus de categorie Alternate Reality. Dus het gaat eigenlijk volledig om het creëren van nieuwe werelden. Mm-hmm. De studenten kunnen op verschillende manieren doen. In het vak 3D Games kunnen ze een eigen gameconcept ontwikkelen. In het vak Extended Reality is zowel Virtual Reality als Augmented Reality aan bod komt. Dus dan kunnen ze een volledig nieuwe wereld met een 3D-bril en een VR-bril gaan maken. Maar ook met Augmented Reality, zoals bijvoorbeeld Pokémon Go, op de echte wereld een nieuwe laag gaan plaatsen. Dan hebben we ook nog 3D Modeling en Animation. Dat geeft mijn collega Jan. En daarin gaan ze eigenlijk een character model volledig zelf gaan modelleren, maar ook gaan animeren, dus echt tot leven gaan wekken. En dan hebben we nog een nieuw vak binnenkort, genaamd Virtual Studio, waarbij dat we live video en 3D-beelden op een LED-scherm op de achtergrond gaan combineren eigenlijk om een nieuwe vorm van media te gaan creëren. Een beetje like in de Mandalorian dan. Ja, klopt. Yes. Je hebt ook al verschillende keren over games gesproken. Mm-hmm. Ik heb van verschillende studenten al gehoord dat jij ook games ontwerpt in je vrije tijd. Ja. Dat klopt. Dat klopt, ja. Ik ben vooral bezig met heel veel prototypes maken, experimenteren. En mijn grootste interesse ligt in nieuwe technologieën te gaan onderzoeken. Dus alle nieuwe snufjes die uitkomen, probeer ik uit. En probeer ik dan leuke dingen mee te maken. Ah, zo, oké. Okay. Wederom denk ik ook, dat klinkt heel leuk, ook heel moeilijk. Ik zou het zelf niet kunnen. En dan denk je dat het terug tijd is om naar de volgende nominaties te gaan kijken. Oké. Okay. Dus ook voor u, zoals bij elke andere docent, ga ik de sapper aan u geven om naar de nominaties te kijken. Wederom, zoals elke keer, hele mooie projecten. De studenten hebben daar heel hard voor gewerkt gedurende dit jaar. Ze zijn ook al eventjes aan het wachten, dus we zullen ze niet langer in spanning houden. Dat is goed. Wil je voor mij een keer de volgende cassette eruit nemen om voor de winnaar bekend te maken? Als je ja. Dat is voor Extended Reality. Yes. Is de winnaar Amélie de Tree met Metanoia. Welkom, Amélie. Zet u in. Alsjeblieft. Dank je. Dat is een bekroning van uw werk eigenlijk, voor het harde werk dat je nu gepresteerd hebt gedurende uw eindverrecht eigenlijk. Hoe voelt dat om bekroond te worden? Ik had het helemaal niet verwacht, maar het is natuurlijk wel heel leuk om beloond te worden voor het werk dat ik heb verricht. Ja, dat is wel interessant ook natuurlijk. En zou je nog een keer kort kunnen toelichten wat uw project wat dat juist was? Ja, dus het is niet onbekend dat games vaak nog heel slecht bekeken worden. En ik wou daarom eigenlijk games in een volledig ander licht zetten en als een heel mooi medium gebruiken om een verhaal te vertellen. Ik heb dus aan de hand van visuals, 3D, licht en kleur een verhaal proberen te vertellen dat emotie opwekt bij de speler. Yes, je hebt ook al verschillende onderdelen benoemd van het vak. Zijn er ook bepaalde onderdelen dat je het meest leuke vindt of het meest interessante vindt? Goh, dat is natuurlijk een moeilijke vraag, want ik vind het mooie aan 3D en games en zo, juist dat je heel creatief kunt zijn. Je kan er echt mee doen wat je wilt, of het nu artistiek is of meer technisch. Het is echt supervrij en daarom vind ik het ook echt heel leuk. Klopt, inderdaad. Je creatieve zelf zijn gang laten gaan. En heb je al plannen voor volgend jaar? Oh ja, ik ben uiteindelijk nog maar 20, dus ik denk er wel aan om eventueel verder te studeren. Maar hoe of wat is nog een mysterie voor mij. Op zich is wel jezelf 40 en 20 nog jong. Je hebt nog al een tijd van de wereld, natuurlijk. Heel veel succes in de volgende carrière of studies, beter gezegd. Nog een hele fijne avond toegewenst. En dan gaan we nu overgaan naar de reclame. We'll be right back after this break. Gaf jouw vorige schooljaar te veel hoofdpijn? Heb je nut aan stille werkruimte? Kom dan bij ons.
Erasmus Hogeschool. Welkom terug iedereen. We komen nu terug bij de tweede ronde van Spill Your Guts. Ondertussen hebben we ook al terug Dennis bij ons in de studio. Welkom terug, Dennis. Het principe blijft nog altijd hetzelfde als daarnet. We hebben nog altijd heel lekkere, de cirkels hier op tafel staan, met een paar vragen. Ik ga eens een paar vragen stellen waar jullie op moeten antwoorden. Kunnen jullie niet antwoorden? Geen probleem. Mogen jullie van een van de dessertjes eten? Dus ik ga beginnen met Dennis. Terjuist was Jan de dichtbijzijnde. Nu is degene dat verste weg is. Dus Dennis. Wie van de docenten zou het eerste doodgaan tijdens een zombie Wie van de docenten zou het eerste doodgaan tijdens een zombie apocalypse en wie zou het overleven? Ik zou zeggen Mike, omdat hij enkel kan programmeren. ik denk Jan, dat hij wel, ja, met vrees en al, ik denk dat hij wel het zou redden. Ja, absoluut. Die gaat gewoon overleven, absoluut. Ja. Perfect. Dan komen we nu bij u aan. Ik kan een vraag hier even leggen. Hoppakee. Als ik ze nog open krijg, natuurlijk. Dat is toch een leuke, eigenlijk. Welke student denk je dat het meeste zal bereiken in het leven? Welke student? Uit al mijn topstudenten. Alle topstudenten. We hebben al heel mooie projecten gezien, natuurlijk. Het zal niet gemakkelijk zijn. Ja, dat is een moeilijke om daar één en uit te kiezen. Dennis was ook vroeger een student, dus kijk wat dat hij staat. Maar dat telt niet echt een docent, hè. Tjie. Maar we gaan ook niet meer te lang niet meer mogen nadenken. Ik zou zeggen, heel veel studenten van mij, maar ik zal Dennis toch iets laten kiezen. Voor het drankje gaan, voor het shotje, ja. En hoe bevalt het? Goed bleekwater. Ik denk toch niet het juiste bleekwater voor een mond te spoelen. Voilà, en dan gaan we terug naar de tweede vraag voor Dennis. Als ik ze wederom terug open krijg, toch? Voilà. Ook nog een leuke. Wat is een guilty pleasure film of tv-show? Guilty pleasure film? Ik ben even de naam kwijt. Over wat gaat het? Het is de slechtste film ooit gemaakt. Is dat Star Wars The Last? Nee, het is niet Star Wars. Is dat een dier? Die is ook, oh ja, die is ook wel super slecht. Ik weet het niet meer, dus ik ga beter iets laten kiezen. Je hebt ook net eentje van mij gekregen, dus... Wat wij drinken vandaag, hè? Iets met peperkes, denk ik. Dus ga je... Shoot. Oké. Okay. Cheers. Amai. Daar is een peper blijven steken. Amai. Dan zijn we spijtig nog aangekomen aan de laatste vraag en ook de laatste ronde van Spill Your Guts. En dan gaan we nu overgaan naar de laatste awards. De Young Potential Awards. Dus ik heb het eigenlijk al verklapt. De Young Potential Award, dat is een van de volgende awards. Maar er is ook nog een tweede, de Best Project. Nu, om daar verder informatie over te krijgen, gaan we nog even het opleidingshoofd erbij halen van Multimedia en Creatieve Technologie, Jurre de Dekker. Applausje voor Jurre. Alles goed? Ja, Zanne. Zou je een keer kort kunnen toelichten wat de Young Potential Award, wat dat juist is? Wel, de projecten die we nu gezien hebben tot nu toe in de categorieën, dat waren heel vaak tweede- en derdejaars projecten. Maar eigenlijk is dit een show voor iedereen. Dus we wilden eigenlijk ook de beste eerstejaarsproject ook eens lauweren en in de bloemetjes zetten. En daarom hebben we dus ook de Young Potential Award hebben in het leven geroepen. Yes,
Sims Only Fair natuurlijk, want inderdaad, zij werken een heel jaar ook heel hard. Dan gaan we er direct in vliegen. Dan ga ik aan u de zapper geven om naar de eerste volgende nominaties te kijken. Dus Jurgen, weer al hele mooie werken. Natuurlijk, het is niet omdat ze eerstejaars zijn dat ze geen mooi werk kunnen leveren, natuurlijk. Zou jij ondertussen ook de volgende cassette er kunnen uitnemen voor de winnaars bekend te maken? Young Potential. Toepasselijk. En de winnaar is... Achal Shestra. Welkom, Achal. Zit u? Voilà, proficiat ook. Ja. Dus zoals bij iedereen, dat is een bekroning van het harde werk dat je dit semester of dit jaar geleverd hebt eigenlijk. Kan je een keer kort toelichten wat je project wat dat juist inhoudt? Dus dat is een video over een person of color die opgroeit in de westerse wereld. Dus als kind merkt ze dat ze niet hetzelfde behandeld wordt als haar leeftijdsgenoten. En dus als ze opgroeit, leert ze eigenlijk meer over haar cultuur. En bepaalt ze op het moment dat ze genoeg heeft en dus niet meer luistert naar wat anderen over haar zeggen. En dus Does It Ever Stop is eigenlijk, zoals de titel zegt, ook al kies je ervoor om niet te luisteren en niet te kijken naar wat andere mensen over jou denken, dat je als POC altijd anders behandeld zult worden. En waar komt jouw inspiratie juist vandaan? Want dat is een heel mooi verhaal. Die inspiratie heb ik bij mijn eigen ervaringen behaald en ook van mijn andere vrienden. Heb je daar zoveel last van gehad? Vroeger had ik daar wel last van, maar nu niet echt. Sorry dat je dat ooit hebt moeten doormaken. Dus van harte gefeliciteerd met je bekroning. Heel veel succes volgend jaar in het tweede jaar. Ik zou zeggen nog een hele fijne vakantie. Hopelijk met niet al te veel herexamens. En dan gaan we nu over naar de volgende categorie. Artistic Support. Ik heb er net eigenlijk al één categorie niet vermeld, dus namelijk de artistic support. Dat is een beetje een easter egg waar Jurgen mij hopelijk een beetje meer over kan vertellen. Absoluut, absoluut. Het is een award die we uitreiken in samenwerking met Sint Lucas Academie van Brussel. Dat is een deeltijds onderwijsinstelling waarbij dat er heel wat ateliers kunnen gevolgd worden van fotografie, tekenkunst, grafisch ontwerp, illustratie. We reiken die prijs eigenlijk uit om het artistieke element of het artistieke potentieel in een aantal werken te stimuleren en de studenten die een artistiek werk hebben geleverd binnen deze opleiding te stimuleren om daar verder mee aan de slag te gaan later. En de studenten die dit hebben gewonnen, die kunnen gedurende een maand lang kunnen die alle ateliers kosteloos proeven van Sint Lucas om dan daar eventueel een keuze te maken om daarin verder te gaan. Dus eigenlijk een super unieke kans. Absoluut, zeker en vast. De winnaars voor de artistic support zijn Jules Dox, Igor Baez, Manish Nepali, Kilian Rama. Proficiat. Dus nogmaals van harte gefeliciteerd. Laat de kansen zeker niet liggen. Ga zeker kijken naar de opleiding. Schrijf u ervoor in. En dan gaan we nu overgaan naar de hoofdprijs. Het moment waar iedereen op gewacht heeft. The Best Projects. Jurgen. Kan je mij vertellen wat Best Project, wat het daar juist inhoudt? Wel, zoals het de naam het al zegt, we noemen het ook wel de Super Award. We hebben heel wat mooie projecten gezien vanavond. Maar de Super Award is eigenlijk een award die de categorieën overstijgt. Waarbij dat we zeggen van dit is zo goed dat dit echt eigenlijk de top van de projecten is. En dat gaan we dus de Super Award gaan geven.
een serieuze eer dus eigenlijk. Absoluut, ja. Wederom, we gaan niet langer wachten, we gaan er gewoon direct invliegen. Dan ga ik nu de afstanding aan u geven en dan mogen jij op play duwen. Spannend, hè? Yes. Wederom, een heel mooi project uiteraard. Het is het beste project van 2022. Dat moet pas het moeilijkste geweest zijn om te verkiezen. Ja, absoluut. Dus, zou jij mij kunnen vertellen wie dat is? Well, ik denk dat het hier ook terug in een cassette zit. De Super Award wordt uitgereikt dit jaar naar Joppe Rabijns. Proficiat. Welkom, Robbe. Zet u... Voilà. Kloppen, excuseer. Proficiat. Hoe voelt dat? Het best project gewonnen hebben van Erasmus Hogeschool. Ja, fijn. Dat is een heel leuke erkenning voor alle werk en moeite dat ik hierin heb gestoken. Dat is ook echt een project waar ik eigenlijk twee van mijn grote interesses, webdevelopment en video, in heb kunnen combineren. Dus was echt ook gewoon een heel aangenaam project om aan te werken. Dat zal wel inderdaad. En kan je nog een keer kort toelichten wat het project, wat het juist inhoudt? Ja, Schaamteloos is eigenlijk een interactieve website over online privacy, waar de websitebezoeker zich met zijn Facebook-account moet inloggen. Die Facebook-data wordt dan gebruikt om met webscraping nog meer data te zoeken op verschillende online platformen. Eens al die data verzameld is, wordt er een gepersonaliseerde video gerenderd en afgespeeld in de browser, met als uiteindelijke doel de websitebezoeker er meer bewust van te maken dat ze veiliger moeten omspringen met hun online data. Een beetje creepy eigenlijk dus. Eigenlijk wel, ja. En heb je al plannen voor volgend jaar? Oh, niet echt. Dankzij mijn stage heb ik een vakantiejob gekregen bij Sporza Online. Dus daar ga ik komende zomer werken. Maar voor de rest is het nog afwacht en kijken waar ik ga belanden. Op zich, dat is al een leuke start natuurlijk. Misschien dat je vandaag verder kunt gaan. Maar zoals iedereen, we zijn nog jong. Je hebt nog eventjes tijd natuurlijk. Dan zou ik nog heel veel succes willen wensen in je verdere carrière. Nog een fijne avond toe. En ik zou zeggen, geniet nog van de vakantie of op je job natuurlijk. En dan zou ik nu graag de show stilletjes aan willen afronden, maar nog niet volledig natuurlijk. We zouden nog graag een paar mensen willen bedanken. In de eerste plaats zeker de docenten die gedurende deze weken ons goed hebben bijgestaan, ons geholpen hebben en ervoor gezorgd hebben dat we zeker op de juiste reding bleven staan. Ja, en we willen ook natuurlijk de sponsors bedanken. Er zijn drie sponsors. De eerste, Capgemini. Dat is een wereldleider op het gebied van consultancy, het aanbieden van technologische diensten, digitale transformatie. En die zijn ook heel erg voorloper wat innovatie betreft. De tweede sponsor, Ausi. Ausi is een technologie bedrijf, gespecialiseerd in IT en engineering oplossingen. Het is een bedrijf die tech met persoonlijkheid gaat gaan combineren. Happiness schuiven ze heel sterk naar voren bij hun werknemers uiteraard. En dan de derde, Studio Wasabi, is een freelance agency om van jouw marketingproject een succesvol verhaal te maken. Heel erg bedankt aan de sponsors, maar natuurlijk ook heel erg bedankt aan alle studenten die hier vandaag deze show hebben gemaakt. Deze show is volledig gemaakt door de studenten van het tweede jaar in 3 weken tijd. 3 projectweken hebben ze gehad om zo'n prachtige show in elkaar te steken. Hiernaast is er ook nog een expo die jullie ook morgen tijdens de infodag kunnen gaan bezoeken, behalve wanneer je dit uitgesteld bekijkt natuurlijk. Er is ook een website gemaakt, er is een social media campagne rond geweest, een guerrilla-actie. Allemaal fantastische initiatieven die onze studenten geweldig goed hebben gedaan. En daar wil ik natuurlijk ook heel hard voor dank u wel zeggen. APPLAUS.
voor de mensen die ook nog geïnteresseerd zijn in onze richting multimedia en creatieve technologie, vergeet zeker niet op onze website te kijken, erasmushogeschool.be. En Jurgen heeft het eigenlijk ook al gezegd, morgen 25 juni is onze infodag hier in Campus Kai in Anderlecht. Dus kom zeker een keer langs om ook naar de expo te komen kijken. Wil ik jullie verder ook nog bedanken om hier talloos aanwezig te zijn om te kijken. Nog een fijne avond verder en een prettig weekend. APPLAUS